eerder dan gepland, Michael. Maar gelukkig, je hebt de boeken uit. Ja. Je hebt een nieuw boek meegenomen en een oud boek. Dat doe je altijd. Twee boeken met hetzelfde thema. Wat heb je meegenomen? Het nieuwe boek is van een Zuid-Afrikaanse schrijver, André Brink. Kijk. En heet Appassionata. Bijna net zo bekend als Coetzé. Bijna. Ja, geen Nobelprijs hoor. Maar, nee, dat niet. In Nederland heel bekend, ja. En het oude boek wat ik heb meegenomen is Margriet de Moor, Kreutzer Sonate. Nou, die twee titels, je hoort het eigenlijk al, dat zijn twee muziekstukken. En deze boeken gaan ook over muziek. En daartegenover, of misschien daarnaast, of dat is eigenlijk maar de vraag, de liefde. Liefde en muziek, dat zijn de twee grote thema's in deze twee boeken. Hè. De Kreutzer Sonate heette ook een liefdesverhaal, staat er ook onder. Appassionata, daar zit natuurlijk ook al het woord passie in. Mm-hmm. En voortdurend gaat het over de vraag, sluiten liefde en muziek elkaar uit? Zijn ze misschien hetzelfde? Is het een misschien een substituut voor het ander? Om al dat soort vragen draaien deze twee boeken. Het eerste boek gaat over een pianodocent die middelmatig geslaagd is. Maar wel soms beroemdheden begeleidt. Waaronder ook een sopraan. En die sopraan heeft net vreselijk verleden achter de rug, want zij is twee van haar dierbaren verloren. De een is gewurgd en de andere heeft zichzelf van kant gemaakt door zich op te hangen. En hij moet haar proberen te overreden om weer het podium op te gaan. En ze zegt, dat is goed, dat doen we, ik ga het proberen, maar dan moet je me één ding beloven, dat je mij niet probeert te verleiden. Ze zegt, want liefde en muziek tegelijkertijd kan ik niet. Ik kan maar voor één ding kiezen, namelijk dan in dit geval voor de muziek. Nou, en dan ontspint zich een heel spannend verhaal. Want je voelt natuurlijk aan alles dat er toch iets gaat broeien tussen, mm-hmm. die twee mensen. Dat en die gebeurt muziek, dus ook. Dat gebeurt zeker. En kijk, die muziek die brengt dan ook naar elkaar toe. Hè. Kijk, als je natuurlijk zo ongelooflijk met elkaar musiceert, zij als zanger en zangeres en hij als pianist, dan gaat er natuurlijk ook wat ontstaan. Ja. Nou ja, hoe het afloopt, dat moet de lezer natuurlijk voor zichzelf maar lezen. Maar dat het enigszins fataal gaat aflopen, dat is wel het geval. Maar eigenlijk zeg je dus dat er beide boeken voorkomen dat als het gaat over intimiteit, kun je beter kiezen voor de muziek dan voor het woord. Vat ik het zo een beetje goed? Ja, nou ja, dat is in ieder geval de opvatting van de schrijver. Kijk, de eerste bladzijde al staat. Van André Brink. Van André Brink staat. Al zijn woorden niet mijn medium, ze vormen de enige manier waarop ik ervoor kan zorgen dat iedereen dit weet. Dus daarmee geeft hij al aan, ze zijn eigenlijk tweede keus. Maar ik kan niet anders, want het is nu eenmaal een communicatiemiddel. Zijn woorden voor u ook tweede keus? Zal wel niet, Hans Achterhuis, als je 16 boeken hebt geschreven. Nee, woorden zijn voor mij eerste keus, maar dat heeft te maken met mijn amusicaliteit. Ja, en eigenlijk had je dus nog een derde boek mee moeten nemen, wat allemaal mee begint natuurlijk. Nou, dat mag niet. Maar goed, welk boek had hij mee moeten nemen? Tolstoy, de Kreutzer Sonate. Ja. Ja. Daar begint het mee. En dan is het muziek. Maar die heb ik vorig jaar al behandeld. Als je de muziek dus hoort van de Kreutzer Sonate, zelfs ik dus, dan inderdaad kun je begrijpen dat de man die zijn vrouw begeleidend ziet met een andere man, stinkend jaloers wordt. En vooral het eerste deel, dan loopt het helemaal te klauwen voor hem. Dus als hij die muziek maar wat hoort, zegt hij nu als je het hoort, de Kreutzer Sonate? Hij ziet zijn vrouw dus die Kreutzer Sonate spelen met een vriend. En van Beethoven dus, daar begint het dus mee dus. En dan beschrijft hij het eerste deel daarvan, waarbij dus inderdaad de stemmen naar elkaar toe komen, elkaar opjutten, elkaar de hoogte in stuwen. En ja, dan wordt hij zo jaloers, terwijl eigenlijk helemaal niks gebeurt. En gebeurt dat ook met u als u de Kreutzer Sonate hoort? Of? Ik kan er wat over zeggen dus, omdat ik het in mijn onderwijs veel gebruik heb. Ja. Het gaat dus door, hè. De teksten en de muziek gaan steeds door. Je hebt eerst Tolstoy, je hebt eerst natuurlijk Beethoven. Dan krijg je Tolstoy die de Kreutzer Sonate schrijft. Dan herneemt Janáček het boek en de titel in zijn Kreutzer Sonate. Ja. En dan dus inderdaad schrijft Margriet de Moor dus. En ja, André Brink ken ik nog niet. Maar wat gebeurt er met u als u de Kreutzer Sonate hoort? Nou ja, onderhand dus kon ik mijn studenten wel, als ik liet het horen dus. Hè, inderdaad zeggen van, nou moet je eens goed luisteren. Als je dat hoort, word je dan niet aangewakkerd je gevoelens. Dat gaan wij dan ook even doen. En dan knikten we elkaar toe dus. Wij gaan ook even. Oh, wat leuk. Daar heb je het, ja. Janáček. Dus ja, ja. U zegt ja? Nou, ik zeg het meer bij Beethoven hoor. Maar dit vind ik heel mooi. Maar... En wat is de schoonheid ervan dan? De schoonheid hier zijn er ook de twee stemmen als het ware. En bij Beethoven zijn het stemmen die daar veel meer opjagen. Het tweede deel zegt Tolstoy ook is een beetje banaal en interessant en leuk. Maar het eerste, daar gaat het om. Nou ja, dat is een opvatting. Nee, kijk, Margriet de Moor heeft inderdaad binnen die traditie is zij doorgegaan. En zij heeft in plaats van Beethoven Janáček als uitgangspunt genomen. Want de hoofdpersoon uit haar boek is een blinde muziekcriticus. Ja. Die op het moment dat hij een violist de Kreutzer Sonate hoort spelen van Janáček,
verliefd op haar wordt. En zij krijgen dan ook een relatie. En eigenlijk net als in het boek van Tolstoy wordt de man, wordt deze muziekcriticus ontzettend jaloers op zijn vrouw. Omdat hij weet dat zij muziek speelt waar hij gewoon niet bij kan. Hè. Zij deelt de intimiteit tijdens het spelen van het stuk. En die jaloezie die bouwt zich ook op binnen dat boek. Ja. Alleen laat Margriet de Moord anders aflopen dan Tolstoy dat doet. We moeten helemaal niks verraden. Ik vertel natuurlijk helemaal niks, maar... Meneer Oosterhuis. Maar je ziet Oosterhuis zeg ik achterhuis. Maar je ziet wel dat... het is natuurlijk maar de vraag, hè, waar kies je zelf voor? Kunnen ze elkaar wel verdragen? Ja. Dat is ook een vraag waar ik mezelf over heb zitten nadenken. Ik geloof dat ik zelf ook eerder voor de muziek zou gaan dan voor de liefde. Ja, het is natuurlijk ook liefde voor muziek, hè, dat moet je natuurlijk ook zeggen. Ik bedoel, maar John Miles is ook liefde. Al van Music was my first love, dus ja... U durft dat natuurlijk niet te zeggen, meneer Achterhuis. Als u al zo lang getrouwd bent dat u eerst voor de muziek gaat, nee, dan voor en de liefde. Heb je de woorden dan nog? Nee, dus music niet. Maar ik kan het heel goed begrijpen, hoor. Ik bedoel, ik zie dat gewoon om mij heen natuurlijk. Dat ik vol verbazing kijk naar mensen die wel inderdaad voor en door de muziek kunnen leven. Mm-hmm. Wat ik totaal niet mee kan maken. Maar en ze kunt u ook niet uitleggen? Oh, nee, dat is niet zo goed uit te leggen. Dat moet je gewoon bekijken, denk ik. Probeer het eens. Nou ja, ik denk, nee, dat is natuurlijk een kwestie van voelen. En hoe zit je eigen gevoelsleven in elkaar? Hè? Als ik even in de mineur zit, dan kruip ik achter de piano. En dan ga ik een etude van Chopin spelen of zo. Ik noem maar wat. Echt waar? Ja, dat is helemaal niet van je. Ja, dat doe ik dan. En dat is een hele fijne uitlaatklep. Ja. Die meer nog zegt dan woorden ooit. Ken je dat hier ook op de piano? Dat zou ik, nou ja, goed, het begin misschien, maar ja. Ja, dan wil ik, hoe lang duurt dat stukje? Ja, nee, dat hele stuk duurt natuurlijk heel erg lang. Ja, speel even, loop lekker naar de piano, kondig ik jou af, Michael, onze chef Boeken. En dan gaan wij we even spraken even over de nieuwe Brink boek lezen. Van André Brink, Appassionata, en over Margriet de Moor met de Kreutzer Sonate. Na het nieuws van 8:00 zijn wij bij je terug met Hans Achterhuis en nog veel meer.